In het begin van de 17e eeuw waren er verschillende koeriers die via vaste routes, bijvoorbeeld van Amsterdam naar Antwerpen, poststukken voor de kooplieden vervoerden. Al in 1650 liep er een postweg van Rotterdam via Kralingseveer over het eiland IJsselmonde naar Heerenzaandam. Daar werd de post overgezet met het Kuipersveer en ging de route verder naar Antwerpen. Er kwamen postkoetsen met vaste routes en pleisterplaatsen. De postiljons moesten tevens een uniform dragen om goed herkenbaar te zijn als de officiële postvervoerder. Om ook kleinere plaatsen in het netwerk op te nemen, richtte men toen entrepostes op, waar een brievengaarder de brieven verzamelde en bezorgde en brieven afgaf en ontving van de voorbijtrekkende postiljon. Zo kwam er ook in Barendrecht een entrepost. Romantisch was een reis met een postkoets natuurlijk niet, maar je kon wel makkelijker naar veel plaatsen reizen, zonder lange afstanden te moeten lopen. Aan de Singel fungeerde een winkeltje als entrepost. In Barendrecht woonde aan het eind van de gebroken Meeldijk ook een postiljon. Hij heette De Heer. Elke morgen reed hij naar Rotterdam en begon vandaar zijn rit naar Dordrecht. In 1957 ben ik bij de post begonnen. En ik ben met 40 dienstjaren ben ik eruit gegaan en dat was dan in 1996. Hey Jan, kan je wat vertellen over de sfeer op het werk? Ja, altijd heel gezellig. Een kleine groep. Ik ben als zesde besteller daar begonnen. En toen ik stopte, daar hadden we 36 werknemers. Jan, je hebt het over gezellig, maar in die tijd was je wel gewoon ambtenaar. Moest je houden aan voorschriften, waren regels, neem ik aan? Tuurlijk, we waren ambtenaar, maar omdat het hier erg kleinschalig was, die speciale voorschriften, ja, die leefde hier wel na, maar dat ging hier al erg gemoedelijk. Het is voor mij zelf nooit een probleem geweest. De centrale hal heeft ruimte voor wel 6 loketten. De bestellers hebben een eigen sorteerruimte gekregen en er is een heuse kantine. Onder het gebouw is een kelder voor het archief, de kluis en hij gaat dienst doen als schuilkelder. De post is dus nu op alles voorbereid. Een verlichting, veel ruimte, veel licht om ons heen. De sorteerkasten die stonden heel ruim gespreid over een hele grote zaal. En we hadden een eigen kantine. En de besteller voor me destijds, meneer de Otter, die kreeg zijn nieuwe serviesgoed. En die hoefde niet meer met een oude ketel van de trap op. Maar in een nieuw keukenblok zorgde hij voor ons, voor elke morgen een kopje koffie. En we hebben gelijk afscheid genomen van de zogenaamde Elmo. De elektrische kar waar 2 bestellers elke dag de pakketten rondbracht in Barendrecht en die werd vervangen door de eerste DAF 33 bestel. Dit is het afscheid op de middenbaan. Mijn dochter zonder dat ik het wist was alle winkeliers langs geweest en met een fotootje van mij van dan en dan neemt hij afscheid, kan je er wat aan doen. Alle winkeliers hebben hier aan meegedaan, dat was echt een grandioze ochtend. Ik wist nergens van, ik had wel een flauw vermoeden dat er wat zou gebeuren. Maar zo, net wat hier ook in dit artikeltje geschreven staat, ik ging met meer spullen terug als dat ik rondgebracht had bij de post. Het was zo grandioos. En dan zien we dan verder wat er overgebleven is na de sluiting van het postkantoor in 2009. Door de automatisering en de opkomst van internet vervielen ook heel veel functies binnen het postbedrijf. Desondanks werd er toch nog een nieuw voorsorteercentrum voor de postverwerking gebouwd hier in Barendrecht. Het enige wat blijft, dat is de herinnering. De herinnering, Centrum Post, het oude postkantoor van Barendrecht. En het nieuwe sorteercentrum in Bijdorp, dat staat nu weer te kopen.